have you been waiting for an epic adventure created by the senior students? Chris Sustimus 2014.
In a well-known country called Belgium, a group of friends came together to shoot an epic movie. After hours of trying, they finally succeeded. Chrysostomos 2014, Harlem Shake. Con los terroristas. Harlem I think you like it. Chicken! Slow down, grab the wall, wiggle like you're tryna make your ass fall off. Hella thick, I wanna smash him all now. Speed up, gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal. And you already know me, S-A-G-E. Gas pedal, look, gas pedal. Black money, let them all say amen. I'm just tryna make it clear, boy, Ray-Bans. I'm a great man, whoa, say friend. I play a whole late night, DJ A-Man. Room full of boppers, tell him give me temper. Beat it up, 911, hit the coppers. I'm S-A-G-E, who would like to know? B-5-4-5, large me in your throat. West side, baby, do what you do. And you got tail, what that shit do?
thinking it's too easy, but that's the way it is. What you think about that? Now you know how I feel. Say you can handle my love. Are you for real? Are you for real? I won't be hasty. I'll give you a try. If you really bug me, then I'll say goodbye. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna say the same. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Thinking it's too easy, but that's the way it is. So here's your story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place, who likes it in your face. You got G like MC. Oké mensen, ik heb een nieuwe opdracht. Regen en paagjes gaan bewaken, dat is weer een van die witte konijnen dat ik op mijn hoedstover heb. Super leuk. Dat is in Oven, zoekt er iemand de adres die is even op? Ja, ik ben bezig. Ik heb het gewonnen. Ja, dan gaan we de auto pakken, want het is bekend 8 uur. School gaan we gaan beginnen, dus let's go! Win the flow! I'm the one who takes care of you. I will catch you when you fall. Maybe you belong to the lucky few. Any time of day, you can give me a call. That's dedication when something goes wrong. Ja? Ik heb er net RPH op gezegd. Dat is hier maar 100 meter verder. Gaan we dan niet gewoon uit de voet? Passen we met de auto te gaan? Ja. Dan laten we de auto eerst. Regina Pagis. Ja, dat is... Als we daar een vast contract kunnen hebben, ja, dan zijn we binnen, hè. Dat is... Dat is zekerheid. Dat is heel belangrijk voor mij. Dat is... Denk aan de doorgroeimogelijkheden. Dat is Piazza dell'Arte, Livefest bewaken. Dat is... Nee, als we dat contract kunnen hebben, denk ik wel dat we... Nee, dan hebben we zekerheid voor de volgende 6 maanden. Ja. Zekerheid is een van de belangrijkste dingen voor Dirk. Dus denk ik zelfs een van de eerste woordjes nog voor mama en papa. Zekerheid. Ja, een vast contract is hetgene wat Dirk echt al heel lang wilt. Ja, kom ik al in die school? Ja, een mooie vrouw. Mag ik de handjes schudden? Ja, dat was wel mijn type, ja. Oké, dit is mijn team. Smos, mijn zusje, mijn beste kameraad. Voilà, dank u. Bewaken. Eerste plaats, bewaken. Zeer belangrijk. Op de tweede plaats, dedication. Dat wil zeggen, toewijding naar Dirk toe. Vies belangrijk. Misschien wel belangrijker dan wat ik het juist zei. Dus, mag ik dat misschien op de eerste plaats zetten? Op de eerste plaats, dedication. Dat wil zeggen, toewijding naar Dirk toe. Op de tweede plaats, beveiligen. Sowieso. Op de derde plaats, friendship. Vies belangrijk. En dan de 3 of 2. Dus, 1. Dedication. Toewijding naar Dirk toe. 2. Friendship. Het hart op de juiste plaats hebben. En 3. Wat had ik nu net gezegd? Vandaag, RPH beveiligen. Ik heb mezelf aangesteld als outside team, ja. Dus ik sta de speelplaats, ik bewaar de veiligheid op de speelplaats. Jullie zijn inside team. Jullie doen de verschillende blokken.
Dit is de B-blok. Ik ben hier boven. A-blok. D-blok. Hoe beveiligen? Cafetaria mag ook, maar daar zitten geen leerlingen, die zitten nu in de les. Ja, pas gewoon goed op voor alles wat onveilig is. En discipline, dedication, friendship, mind. Safety first! Safety. Hink aan de klink en ineens die deur open, smals in de klas. Ik wist niet wat ik moest doen. Dirk, uit Brussel. Brussel. Ik ben gewoon naar Hoven. Hoven for life. Voor de Hoven, voor de Hoven. Gisteren een Spaanse avond. Scampi en Kiki niet op leg. Dat is een bizarre vraag, hè? Waren opeens weg. Ik was er helemaal alleen in een kamertje, opgesloten. Ik wist geen lijf meer met mezelf. Ik ben dan via het raam naar buiten gegaan. Pas teruggevonden, was hij in de klaslokaal aan het gaan en al. Ik heb gewoon ineens ja, klaslokaal gecheckt met de schmas. Dag in orde. Kom mee, Git. Wat wil jij doen, schmas? Echt iets waar mensen voor je. Waarom? Het is iets belangrijk. Ik ga maar even stil in de muur staan. De handen onder de muur, alsjeblieft. Dank je wel. Deze is nog de eigen. Ja, deze nog niet. Kijk als één. Leef niet afstand aan deze film. Is die film om je echt zien? Kom in, ik ga dat even checken. Waarom is die met de veiligheidsbril aan? Ik ben leeg op internet! Nee!
Ja, wat moet ik zeggen? Wat heeft de Luc al zijn al gedaan? Oh, ik kan daar niet bij. Spaanse avond of niet? Allee, ja, dan gaat u geen twee begraven op het toilet. Focus on the job, hè? Nee. Nee, dat doe je niet. Je laat je team in de steek. Oh, zie ik daar ineens in de toerenstal? Een Tom, van vroeger. Ik heb nog niet op school gezeten, hè. Ze noemden ons de Peppie en de Kalkie van Hof. Ja. Als de Luc die je kent, mag hem die altijd eens komen voorstellen. Ze. Ik ben daar niet helemaal zot van, hè, maar als ik er ineens onder zou liggen, zou ik niet nee zeggen. Ingrid, op een schaal van 1 tot 10. Ja, dat is minstens echt. Nee, en Tom, op een schaal van 1 tot 10. Dat is een foemp. Zeg jij echt Tom, zou ik iets mogen vragen? Zeg maar, geen probleem. Waar is die schoen gekocht? Ja, ik heb die gesponsord gekregen. Een fitte sponsor en mijn kledij ook. Nike, Adidas. Ik mag ze normaal niet samen dragen, vandaar dat ik mijn jas er even over doe. Maar normaal. Zalig. Ik zou zo graag ook turnen aan worden. Turnen echt voor life. Gewoon springen, focus. Ja, gewoon focus. De juiste techniek moet dragen door de knieën landen. Geen probleem, gewoon. Focus on the job! Jij bent een bewaker! Geen een LO! Nee, laat het niet even. Leerlingen fouilleren, dat is forever. Gewoon daar even staan en neerspringen, dat is maar tijdelijk. Schmos, jongen. We zijn een jongen aan mijn hart. Ja. Safety first, hè? Safety first. Love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. Ja, de teamwork zat oké, okay, maar ik ben wel wat teleurgesteld in Luc. Ja. Ja, ja. Maar ik vond toch, je hebt een beetje meer mogen helpen. Dedication, hè, Luc? Ja. Oeh, sponsor. Zie, daar is het weer, hè. She keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm.
walking around at school like you always do. Celebration is today. And my mother, you up to right now? Oh, I see, please let me go. Hey, check that building, man. It doesn't trouble, man. Treasure hunting and sailing a fucking ball. Some teachers throwing balls at each other. Better leave them all. Celebration, oh man, it's not what you take. Celebration, oh man, they all go up, oh oh. Assigning race is a thing, never can handle. Sneaking in the classroom, oh that's what they do. Freaky yoga, meditate. Forming dirty words with Scrabble, it's so fun. This woman here again. What's this odorous smell? Who is behind this door? What our secrets can possibly await? A man button weed in her plastic bag. Wait, where is she going now? Deliberation, oh man, it's not what you take. Deliberation, oh man, they all go up, oh oh. Assigning race is a thing. Deliberation, oh man, it's not what you think. Deliberation, oh man, the overwhelm.
Eindelijk van die rot kinderen van af. Nee, geen bier vandaag. Calcio. The football team from Firenze is Lazio. Mom!
fuck. Je ziet helemaal niemand. Oké, het zal wel een lokale wijziging zijn. Op slot, ik kom weer niet anders. November 2002. Een team van vier wetenschappers, onder leiding van Guido van Hazelbeke, maakt zich klaar voor een zoektocht waarvan ze de duur nog de eindbestemming kennen. Dit is niet zomaar een expeditie, maar de vervulling van een levenswerk. Een oude droom die eindelijk werkelijkheid kan worden. Voor Guido is dit de laatste grote ontdekkingstocht van de moderne mens. En hij heeft kosten nog moeite gespaard om deze expeditie mogelijk te maken. Met zijn team geeft hij gehoor aan de roep van het onbekende. Samen gaan ze op zoek naar de bron van de Lintse Steenweg. Ik ben eigenlijk altijd al gefascineerd geweest door de Lintse Steenweg. Die beweging, die dynamiek, die stroom, die tegenstroom. Ik weet nog toen ik kindsbeen was, altijd aan mijn vader vroeg waar de Lintse Steenweg vandaan kwam. Hij wist natuurlijk wel dat hij uitmondde in Hoven, maar waar hij vandaan kwam, wist hij ook niet. En als kind reed ik al met mijn fiets naar de oever van de Lintse Steenweg, om te zien hoe dat verandert op een dag. Die stroom, die auto's, overdag heel erg wild, soef, 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 soef. En dan geruis. En dan rond een uur of vijf, dan wordt het rustig. Dat wordt er gelijk een beetje. Alles valt bijna stil. De rust en spanning voel je en die stress valt weg. Dat is prachtig, hè? Vroeg in de ochtend van de eerste dag van de expeditie maakt het team zich klaar voor het vertrek. Aan dit moment zijn maanden van plannen en zorgvuldig voorbereiden vooraf gegaan. De uitrusting wordt nog eens gecheckt en het laatste proviant wordt ingeslagen. De laatste mondvoorraad aan het inslaan. Guido zegt dat we al 15 maanden onderweg kunnen zijn, dus ik probeer ze wat te variëren. Ik heb hier botox, natuur, croque-monsieur. Het brood, het brood. Het brood, het brood. Dit is een vakje, hè? Ja, Dimitri was echt een geschenk uit de hemel. Iemand met zo'n vakje is kunde. Ja, en ik was hem eigenlijk ook maar toevallig tegengekomen, aan de praat geraakt. En hij was ook op zoek naar een project. Hey Dimitri, je wordt looking for a project, Food, drink, yeah, project. Ja, als je zo iemand tegenkomt met zo'n vakkunde, dan kan je natuurlijk niet twijfelen. Ja, great talk for me, professor, professor Guido. Guido, is dat genoeg voor nog? No, we need more, Paul, more. More, ja, kom maar zoals da. Ja, we moeten ons warm houden, hè, s'nachts. Het team is vertrekkersklaar. Het project waar jaren van onderzoek aan vooraf gingen, is eindelijk van start gegaan. De droom kan in vervulling gaan. Ja, dat is prachtig, hè. De mens is altijd al gefascineerd geweest door wegen. De meeste huizen worden ook gebouwd aan een weg. Of steden aan de samenvoeging van twee wegen. Oh, Guido, wacht. Je moet zien, het is een katje. Het is dood. En Hermes ziet dat beestje. Ja, dat is de machteloosheid van het individu tegenover die machtige stroom. Als je als wetenschapper je bezigheid dan laat vallen, dan... Tima, wat ga jij doen? Ik ga dat begraven. Nee, jong, kom, daar hebben we geen tijd voor. Ik ga dat begraven. Nee, allee, Tima, we moeten door. Ik ga dat begraven, je kunt het toch niet zomaar laten liggen? Alleen maar, Tima. Tima, jongen, we hebben gedaan wat we konden, hè. Ze geeft en neemt. Ja, inderdaad, de Lintse Steenweg. Ze geeft en neemt. Goed, Dimitri, we go now. Ja, food, eat, food, ja, food. Yeah,
in neemt, hè. In de late namiddag van de tweede dag zorgt een bord langs de Linse Steenweg voor onrust bij het team. Guido is op zijn hoede. Klein, ze waarschuwen hier voor een hert, voor een gigantisch hert van 6 kilometer hoog. En we weten niet goed wat doen. Wordt wij nou toch eens bezig, man? Een hert van 6 kilometer, dat kan niet. Dat kan er zit niet, toch geen bord, dat zijn niet bestaan. Ja, jij moet er niet meer op. Ik ben bioloog, jij niet, hè? Ja, we zitten dus met een probleem en we weten niet goed wat doen. Dimitri, are the deer in Russia? Are the giant deer in Russia? I don't know. Russia, right? I don't know. All this question. Dimitri, it's food made by Mongols. Which star is that? I don't know. Goed, ja. Zie, Dimitri is er toch. We staan hier. Hero, de hert! Dag 2 van de expeditie. Samson, hij is dood. Maar nee, team, die is alleen maar aan het rusten. Die heeft zijn pootje gebroken. Ah, maar ik ga het spalken. Allee, nee, team, we hebben nu geen tijd om dit te spalken. Hey, Guido, als een team dan nu wilt spalken, dan doen we dat zeker. Ja! Ja, oké, dan maar. En ja, team, hij hield de groep eigenlijk een beetje op. Met al die begrafenissen. En Samson, ja, dat was eigenlijk een leugentje om best wil. Mannekes, je kunt allemaal een boom is. Ik zie dat we van daar komen, dus dan moeten we naar daar. Maar jij onnozel stuk stront! Dimitri, which way do you think we should go? I don't know, who give a fuck? Ja, Dimitri, bedankt voor je nuttige inbrengst, hè. Hier, jongens, schet omhoog. De Dimitri en de team gaan met mij naar daar. Ah, wel, mannekes, je doet maar. Als je naar daar gaat, van daar weer terug in je hoofd terechtkomen. Ik ga naar daar. Kom, joh. Guido beseft dat de Linsensteenweg een grotere uitdaging voor hem dan verwacht. Maar hij is vastbesloten de bron te vinden. Ja, dat was eigenlijk het pijnlijkste moment uit mijn leven. Je gaat samen op expeditie, als groep. Je smeet een band, je maakt dingen mee. En dan laten ze je vallen, als een baksteen. Zit dat nou, zit dat zeker als je zo'n lopen zijn? Ja, zit dat wel. Ja, je moet zeker zijn, hè. Dimitri, which way is it? Yes, yeah, follow Dimitri, yeah, no problem. Ja. Keren. Ik heb dan beslist om de expeditie ver te zetten, alleen. Ik vond dat ik niet verplicht was aan de wetenschap en aan mezelf. Dat is misschien toch ook een verdienste. Het is niet dat ik het hen niet gun, maar het was wel mijn idee. De expeditie was mijn idee. En dan niks. Geen eer. Geen roem. En ook geen vermelding in het artikel.
daar had ik me eigenlijk toch wel op gehoopt. Ik had eigenlijk gehoopt om de Neil Armstrong te worden van De Linse Stevig, maar dat is natuurlijk niet gelukt. Ik ben meer de man die op de knop heeft gedrukt van de expeditie. Oké, nu gaat het. Zeg, dat is meer te mogen volgen, hè? Allee, Thomas! Dat is meer te mogen volgen, hè? Je wagen is een keer bezig, jongen. Een hert van 6 kilometer. Dat kan toch niet? Je zit hier. Oh, Guido! Ja, we weten niet, man. Ja, stop al. Dimitri. Dat you're not the father. Nee, stop. 6 kilometer, dat kan toch niet? Word je eigen auto eens bezig, man. Nee. Ah. Dat ik als kind ben aan mijn vader vraag, waar de Linse vraag, hè. Fuck, hè. Valt het heel. Dat door de spanning, oh, fuck. Okay. Alleen ver te zitten. Ik vond dat ik het verplicht was. Ben, ik heb... Allee, jongen. I want the top. All my people right there in the back of the spot. I need the top. If you know me, you don't know me to stop. I need the top. All my people there in back of the spot. Let them be shy. Yeah. And you don't just wake up rich one day. This kind of life never just slip your way. I gave up taking carefree trips to the bank. Cali bound. Few moments later. I
12 seconds later. Hij doet hij zijn benen naar boven. Draait hij op zijn zijn, dus dan kotst hij nog eens. Waarom moet hij in PLS zitten? Je moet hij in PLS zitten. En mevrouw, u laat die gewoon liggen, mevrouw. Moet blijven liggen. Hij moet blijven liggen. Waarom moet hij blijven liggen? Ik zou je wel liggen. Ah ja, misschien werkt dat wel. Dat gaan we helpen. Zal je wel? Ja, mevrouw, die heeft soms van die momenten en opeens licht uit. 20 minutes later. Moeten wij die niet in die houding leggen? Hé, zit zo die anti-kotshouding zo? Ja, ja, ze vindt stikt in zijn eigen kot. En dan is dat uw schuld, want u bent verantwoordelijk. Die zijn toch ook allemaal verantwoordelijk? Nee, want u... Ja, dan is ze niet dood. Nee, is kapot. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. En mevrouw zit op haar gemak. Ja. Eventually. Rustig te zitten. Ja. Hij leeft. Leeft hem? Hij mag nog wel blijven. Nee, wat laat hem nou even liggen. Hij is blijkbaar al moe. Ja. Ja. Voelt hem koud dan, mevrouw? Dan is het te laat, hè? Schrappig, hè? Ja, schrappig. Zee. Ja, Max piest dat. Ik raak dit in het schrijfje. Oeh, hij kan al lachen. I want the top. All my people right there in the back of the spot. But watch your head. Cover up. The last one in is a rotten egg. But why is this guy so happy? That's because he's about to watch an all new prank. Yes! Yes! Betrapt.
Chihuahua. Uw reactie? Ja. Uw reactie, wat vond u ervan? Ah ja, ik vond het tof. Ja. Yeah.
drop the beat. Lieve mensen. Neem je reisboek en daarna je zakjapanners. Thank you very much. Mensen, kom aan. UOVT. Geen klasagenda buiten. Laatste klaris is een sub. Dus, corrigeren we? Oeie. Ladies at the back, be quiet. Is iedereen er? Boys, behave. Hello, folks. Je hebt neutrale elementen. Je hebt absorbende elementen. En je hebt stoom. En tegen morgen maak je het wisselverloop af. Mannen, we gaan vandaag rock'n'rollen. Ik neem dat wel heel. Ik moet het en de persoon die leest is de persoon die... Drop the beat. Lieve mensen. Neem je reisboek en daarna je zakjapanners. Thank you very much. Mensen, kom aan. UOVT. Geen klasagenda buiten. Laatste klaris is een sub. Dus. Corrigeren we? Oeie. Ladies at the back, be quiet. Is iedereen er? Boys, behave. Hello, folks. Je hebt neutrale elementen. Je hebt absorbende elementen. En je hebt stoom. En tegen morgen maak je het listverloop af. Mannen, we gaan vandaag rock'n'rollen. Hoe staat dat in je woordenlijst? Ik moet het vandaag voor de orde zetten. En de persoon die leest is de persoon die... Dance, motherfucker!